De omgeving geeft me veel en ik geef de omgeving iets terug. Het begon eigenlijk allemaal met het nieuws dat we dus niet meer naar buiten mochten zonder goede doel. Of tenminste, je mocht niet bij elkaar op bezoek komen. Ik had bedacht van ik zoek gewoon een plek uit in Tilburg bij mensen die ik ken. Ik loop daar naartoe, ik zwaai en ik ga weer terug. En dan kunnen we het net zo goed aanzwaaien noemen, want jij komt aanwaaien, aanzwaaien. En op die manier had ik dus een klein tekeningetje gemaakt, want het nieuws was continu negatief en iedereen zat voor de eerste keer opgesloten in zijn huis. En ik had eigenlijk al een hele leuke dag gehad, zonder dat ik mensen had ontmoet. Ja, van afstandje, maar niet echt ontmoeten. En toen kwam ik erachter dat mijn telefoonrekening in één keer heel hoog werd. Dus dat ik dacht van, oh, dus telefoneren doen we dus schijnbaar ook meer. Exit stress, die heb ik een paar dagen geleden gemaakt. En dat gaat eigenlijk omdat ik stress heb. Ik wil nog niet, zeg maar, eigenlijk uit de quarantaine. Ik heb een soort van schaamte dat ik best wel geniet van deze quarantaine. Mag dat? Dus ik ben er nog niet klaar voor. Dus dit is exit stress. Van mag ik nog even wat langer in mijn kokonnetje zitten? Want op het moment dat ik naar buiten moet, moet ik weer verantwoordingen maken. Moet ik weer keuzes maken. En er komt er heel veel om me af. Terwijl we nu in dit kokonnetje het heel rustig hadden. Ja, crisis en rampen, die zorgen eigenlijk altijd wel voor nieuwe woorden. Of de coronacrisis nu bijzonder vruchtbaar is op het gebied van woordenschat, dat weet ik eigenlijk niet. Het lijkt er wel op. Maar iedere crisis en iedere ramp heeft wel nieuwe woorden voortgebracht. Zeker ziektegerelateerde termen, die gaan erg lang mee in het vloeken en in het schelden. Hè. We kennen ze allemaal wel. Teringwijf en klerenlaaier. Kleren is van cholera. Dat zijn allemaal ziektewoorden die we in scheldwoorden hebben bewaard. Maar als we kijken naar grote rampen, zoals bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog, dan hebben we daaraan het woord Holocaust te danken. En dat was een woord dat wel al bestond, maar tegenwoordig gebruiken we het nog steeds en heel specifiek in de betekenis van de Tweede Wereldoorlog, de vervolging van de Joodse bevolking en de massamoord die daaruit voortkwam. En Holocaust gebruiken we nu niet meer in een andere, meer oorspronkelijke betekenis van grote ramp. Nieuwe woorden die we danken aan deze coronacrisis, zijn die er nu nog meer? Ja, die zijn er enorm veel meer. Er is een woordenlijst, een officiële woordenlijst, want van Van Dalen, de uitgever van De Dikke Van Dalen, ons Nederlandse woordenboek, waarin al 700 nieuwe corona-gerelateerde woorden prijken. Maar wat ik zelf een enorm fascinerend woord vond, is het woord dat ik zag in een bericht van CNN, de Amerikaanse nieuwszender, over deze woordenlijst. Een woordenlijst Nederlandse woorden. En dat was het woord skin hunger, dus huidhonger. Ik had er nog nooit van gehoord en zodra ik het had gelezen op die CNN-website, zie ik het ook in een bericht van Omroep Brabant. En zodra je zelf een paarse Fiat hebt gekocht, zie je opeens hoeveel paarse Fiats er wel niet rondrijden. Huidhonger bleek zelfs niet een nieuw woord te zijn, maar de titel van een voorstelling van de theatergroep Rauwkost uit Hilvarenbeek vorig jaar. Dus dat was er al, huidhonger. Tijdloos heb ik hier voor me. En dat sprak me enorm aan. Je bent eigenlijk een beetje kwijtgeraakt. Het verschil tussen weekenddagen en doordeweekse dagen. Zelfs in welke week zit ik eigenlijk, weet je niet meer precies. Je bent tijdloos geworden. Ja, rampen en crisis. Er komt ook altijd weer een einde aan. Daar geloof ik in elk geval wel in. En dat leidt ook weer tot nieuwe, mooie woorden. Ja, als we denken aan de Tweede Wereldoorlog, dan hebben we aan het einde van die vreselijke crisis Bevrijdingsdag te danken. Een prachtig woord. Ik ben benieuwd naar de nieuwe woorden die het einde van deze crisis gaan aanduiden.